Het platform van traditionele gezagdragers heeft vandaag ook een petitie aangeboden aan DNA-voorzitter Marinus B. Met het aanbieden van deze petitie hebben ze wederom aandacht gevraagd voor de wateroverlast die heerst binnen dit district. Goedemorgen iedereen, goedemorgen voorzitter meneer Marinus B. in het bijzonder. En alle andere aanwezigen, onze kapiteins, onze basjas, DNA-leden. Ik weet niet als er ministers hier zijn, ieder wordt gegroet. Wij dienen vandaag een paar petities van district Brokopondo in. Petitie Waternoodramp Brokopondo. Aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Marinus B. Voorzitter, grote delen van het district Brokopondo zijn getroffen door een enorme wateroverlast, welke het dagelijks leven, het onderwijsproces en de productieve inspanningen in deze gebieden enorm heeft ontwricht. De door wateroverlast getroffen gebieden zijn inmiddels ook tot rampgebied verklaard. Namens de totale gemeenschap van het district Brokopondo vragen wij via u aan de regering om de hulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage en deze uit te keren aan de getroffenen. Deze pakketten bevatten namelijk producten die vervallen, verouderd zijn en die niet voldoen aan de behoeften van de lokale bevolking. Met de financiële bijdrage zullen wij in staat zijn zelf te beslissen over de samenstelling van ons voedselpakket. Het onmiddellijke oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen zijn de maximaal 10% van de energiebesparing als gevolg van het hebben van stuwdam in eigen beheer. Dit bedrag zal speciaal bestemd zijn voor drastische verbeteringen van de zeer erbarmelijke leef-, woon-, leer- en inkomstenomstandigheden van de getroffenen in Brokopondo. Voorts dient een deel van dit bedrag in de vorm van contante bedragen uitgekeerd te worden aan de getroffenen, zodat voorzien kan worden in de directe behoeften die als gevolg van het wateroverlast ontstaan zijn. Het opzetten van een crisisplan, tenminste inhoudende, eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van de wateroverlast. Dit crisisplan zal moeten bijdragen in een verbeterde aanpak van de nood waarin de lokale bevolking van Brokopondo zich momenteel bevindt. Het zal de bevolking de hoop, het vertrouwen, de zekerheid geven dat ze niet in de steek zijn gelaten. Maar dat alles gedaan zal worden om hun leven weer in te normaliseren met vooruitzichten op een goede toekomst. Voorzitter Assemblée, Alas Masaneja, minister-directeur, Afurku Serna, we Barwan Chitori, meneer Henry Kafi, Brokopondo. We doen een petitie die de naam is Brokopondo, en de noten zouden in Brokopondo en de noten voor hem vallen. En als we maar ook onder het idee, we kunnen een soort grond tappen voor een soort serena dat Brokopondo een probleem. En we voor Brokopondo, we kunnen ook een keer keren op de Wansani, maar ook voor we een keer keren taki. Omdat, je Wansani, no maar doe je dat minangai, no maar taki, want je namen pa. En een piki onuti de Brokopondo tegi ara keren sale jano no Brunswick Santoki Santoki Brunswick taki a notu Brokopondo sale da peno no de ano agado notu na libisma notu e dina libisma meken wina serna ma uno makiru serefi tak makandra na serefi ma we for wak fu ara keren fu serna in a momenti disi taki Brokopondo op sen plas mki sen principe ade. Wasami wa taki ina principe mis napoja furu mane let up tapasandati. Uno lek bus congressma u lek negre na sato fu Afrika de four orders fu do furu pe u de jati de wer yas das a drinki coffee na de burudusa upai me u de jati de
En wie lek bus kongres, maar wie lek bonus voor Brokopondo, hoe aan fenu presina maatschappij. Allang 60 jaar of Russie korap transmigratie. On a noti, we kies a tweede waterstand probleem jabaka. En wie normaal barker en jagwe zo wabif taki. Omdat die pik nu je biggest man, kierwas man a tronkono te u kona u ook bega kono DC. En a kono DC, sa de inserna na MPS, MPK doe forum en u. En de alamadi kom sabi, tak a kono dis na serna kono u abit bege. We edin a petitie DC tide namens Brokopondo. Voor pegi onu taki umbrokone tapu unom libena pe. Omdat Brokopondo no matanso. Uno no konda pe moro ko launa wagi chakonja moro former propaganda wi okonja giwi belang no anda ta dora yuru we din apetis di city de namus prokopono fori yeah thank you Of kapitein, mijn paar Odi, maar ook to de Trabasia kapitein, traditioneel gezang, volksvertegenwoordigers stap verschillende niveaus, maar ook to a bevolking voor Brokopondo, mijn paar ook to een lespeki Odi. Make me begin zo, voor spreek me waardering uit naar vast wat appetitie stel op. Ja, me breed in aan vast dat die, omdat je karden problemen op, maar ook toe je draagt oplossingen. Ja, dat want ik ego denk je. En meestal de man taki, als massa etaina osso, na een sappe eileki. En Brokopondo sappe eileki, en Brokopondo tagiere disna no toe, en zo we praxeri flossen op. We waarder dat. Mi fos u komi tag na president en mi aksen tak mo kiso a petitsi wan net mi be kis sikan hoy soja des u tag den san dat di direk des di mogo alok tu mo balen gelijk mi denk taki u mus donata fra ya dat dape oplose begin un takanga usrevi e fu net takanga usrevi uno ma fena oplose en je gaat aan in een petitie en dat we waarderen dat jere, je defus don fu luku a probleem en lossen op, ja. En wie odu alles ouman, lek volksvertegenwoordiging, fu zorgu taki, zo hesi biteng a gesprek moest kom naar Brokopondo, anu tu bigi. En we erkennen omdat vanaf het begin u met mogelijk volksvertegenwoordigers dus zei dat ja en ons aan uno sabi ja en we geven grantang dat jullie traditioneel gezegd zijn een rol stuur als een tangen om dat rustte ja want de zand is hier en er ligt een vorm ja ik kan do next nog samen ik kan do dat trasam sa ook toe dus we gigrant aan maar we actie ook toe voor like leiders soms u saba positie sa jullie like leiders en dan zei want look op is ja u de rustige first house revie maar arki sa ibsa baka port ja dat want taki you have one stock of front door toe we aben toe maar make we sa etiri want you etiri we etiri are gere etiri make we sure we tak snel een oplossing kom die a samenleving voor Brokopondo ja watra voor natief voor de Olanga en Oama Kalexani. Ja, dus we erkennen, maar we doen ook. Ik garantie dat je dat we doen ook, we pak op en dat spoedig. Ik ook dat contactnummer de. Ja, dan? Dat we met contact. Tide Srefana Unubaka, Sana gesprek, Sami Abina president en zo. Omdat ik tap al level dat ik wil bespreken. Abum? Kapitein, ben je abi moro? Behalve via abiete ik kan vriend kom, maar voor mij zie dat we een soort opdracht met je zien voor 2 euro. Hoe schrijft nou abi moro voor je?
tenang ada pe usret gitangi le traditionele kesak apu folk brokopono we gitangi a tweede pisi funo wo dinwa petisi na president nono de ina moment disi o konja fu o eigle ga problem jana wa problem sa mulu su kesamala taki wa san ifo fosmigwe di unom fergiti a werak aram sadina benalan dat na traditionele kesak en vanaf baka slavernij dat de wet magi a buskondre na ina traditionele kesak anu tak a rekering sade in foto na a rekering sade in benalant nko in overleg. Maar de laatste jaren we tak de rekering voor rekering sade kon neteri ap traditioneel kesak. De man e tera traditioneel kesak. Te yu kon, te yu wani bade ki udolda yo, gosuku kapten na nga basia, uno wana sandat moro. O mas donat tafra, a traditioneel kesak in sernam kisem presi, sam kisi. Un verdienen de ouders fu roko geng, temim taken grofu, des masalibi jano uroko na sami ouders feti adatie yang des minanga ina sernas mate na nga dape ugetangi ayo ya ugi grantangi kapten des no wa president ugi na ke wan jenjen taki ai kon we kon so that is refkan e fate na in say that is refkan de kapetitie ugi grantangi heeft een veeg uit de pan gehad net tijdens het oplezen van de petitie waarbij de hoofdkapitein meneer KV heeft aangegeven dat Akunu voor een probleem is in de NPS. Hoe deelt u met deze uitspraak? Het probleem is dat de kapitein nog leg uit zijn Akunu. Maar dat is precies wat hij bedoelt. Sami Saptak was een probleem de no-no. En wil ik volksvertegenwoordiging, moest ik van een volk. Hoe kan je oplossing in de problemen? En daarom is de jaso. DNA actie voor zodong lektirima voor een commissie voor DNA voor luka probleem voor wateroverlast in Brokopondo. Alle de trassans zijn pijn. En op historie dat bezet hij. Als een kapitein een leg uitdrapen, hij moet dat precies wat hij bedoelt. Als hij bedoelt dat NPS, kiesrecht, ook toe in het binnenland die alle boos neemt, maar als ik bedoel dat NPS te scoren, kiesma in Buskwondre ook toe, en alle resources aan dat hij, natuurlijk, als kapitein is dat vanuit een politiek oogpunt, en we doen dat in een politiek op een moment die is. We gaan nooit voor de smaak aan de, en we zullen dat een oplossing in de smaak dat hij. En dat moet op het Buskwondre onder de rok, en dat we doen. Ja, maar even aan het zeggen dat hij vanuit de kapitein, dat want dat hij, idee die zijn aan gedachten gaan is in Libi onder een gemeenschap voor Brokopondo. Nou, aan een gemeenschap voor Brokopondo, naar een kapitein. En zo lijkt van mij dat ik bij een kapitein en dat ik een politiek tori. En dat een kapitein moest collega precies wat hij bedoelt. Naar zowel de tori, we taki. En te attack precies wat hij bedoelt, dan kan je gewoon maar op een pikje op historie dat hij. Maar op dit moment nogmaals, denk ik dat het belangrijk is dat er noden zijn in het binnenland. Mino sap nogmaals waarover hij praat, maar zijn noden en die noden moeten opgelost worden. En daar zullen we op de focus leggen. Ja, ik heb het niet. 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 Ik heb het
aan de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Excellentie, grote delen van het district Brokopondo zijn getroffen door een enorme wateroverlast, welke het dagelijks leven, het onderwijsproces en de productieve inspanning in deze gebieden enorm heeft ontwricht. De door wateroverlast getroffen gebieden zijn inmiddels ook tot rampgebied verklaard. Rekening houdend met het al het voorgaande doet de totale gemeenschap van het district Brokopondo het dringend verzoek aan u om 1. De hulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage en deze uit te keren aan de getroffenen. Deze pakketten bevatten namelijk producten die vervallen, verouderd zijn en die niet voldoen aan de behoeften van de lokale bevolking. Met de financiële bijdrage zullen wij in staat zijn zelf de beslissing over de samenstelling van ons voedselpakket. 2. Het onmiddellijk oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen. Zijnde maximaal 10% van de energiebesparing als gevolg van het hebben van de stuwdam in eigen beheer. Dit bedrag zal speciaal bestemd zijn voor drastische verbetering van de zeer erbarmelijke leef-, woon-, leer- en inkomstenomstandigheden van de getroffenen in Brokopondo. Voorts dient een deel van dit bedrag in de vorm van contante bedragen uitgekeerd te worden aan de getroffenen, zodat voorzien kan worden in de directe behoeften die als gevolg van het wateroverlast ontstaan zijn. 3. Het opzetten van een crisisplan, tenminste inhoudende eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van de wateroverlast. Dit crisisplan zou moeten bijdragen in een verbeterde aanpak van de nood waarin de lokale bevolking van Brokopondo zich momenteel bevindt. Het zal de bevolking de hoop, het vertrouwen en de zekerheid geven dat ze niet in de steek zijn gelaten, maar dat alles gedaan zal worden om hun leven weer te normaliseren met vooruitzichten op een goede toekomst. 4. Het onmiddellijk laten instellen van een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de waternoodramp in district Brokopondo. 5. Het toekennen van de gronden behoren bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria, LMV, in het district Brokopondo aan de gemeenschap van het district Brokopondo voor het uitoefenen van duurzame landbouw. Dit zal een van de duurzame oplossingen zijn in het kader van voedselzekerheid en inkomsten genereren ter bevordering van de lokale bevolking. De recente overstroming in het gebied hebben aangetoond dat het verbouwen van gewassen op hogere terrassen noodzakelijk is om herhaling van overstromingsschade te minimaliseren of te voorkomen. De gronden bij Victoria, de grootste aaneengesloten landbouwgronden in het district, zijn uitermate daarvoor geschikt. Daarnaast maakt het in het bezit krijgen van Victoria door de gemeenschap van Brokopondo integraal deel uit van het masterplan van het traditioneel gezag en de lokale ondernemers om Brokopondo tot een voedselproducerend en dus duurzame ontwikkeling district te maken. Want het goud zal eens opraken. 6. Het tot beschermd gebied verklaren van het Brokopondo Stuwmeer. Althans, dat deel waar de historische woongebieden van de Marons onder water liggen en die gekenmerkt worden door cultureel erfgoed van meer dan 300 jaar waarop wij als nakomelingen aanspraak maken. 7. De infrastructuur in het district Brokopondo onmiddellijk aan te pakken, gelet op de zeer slechte staat waarin de hoofd- en binnenwegen en bruggen zich thans bevinden. President, waarom is dit verzoek zo belangrijk? 3 maanden lang leiden bewoners van de dorpen Balingsula, Hermansdorp, Tapuripa, Boslanti, Drepada, Asigrong, Bergendal, Klaaskreek, Moenjakriki, Nieuwelombe en Kapasikele onder waternoodramp. In de dorpen Balingsula, Hermansdorp, Asigrong, Bergendal en conglomeraat Nieuwelombe zijn naast kostgronden ook woningen van dorpelingen onbewoonbaar geworden en inboedel
verloren gegaan. De kostgronden zijn totaal vernietigd en heerst tekort aan voedsel en er is sprake van dreigende hongersnood te ontstaan als gevolg van het verloren gaan van de aanplant van het plantmateriaal. De vooruitzichten zijn heel somber en uitzichtloos. President, namens alle bewoners van het district Brokopondo vragen wij u om het daarheen te leiden dat de punten opgenomen worden in deze petitie met voortvarendheid worden uitgevoerd. Namens de getroffenen, de heer Henry Café, voorzitter van het platform van de traditioneel gezagdragers van Brokopondo, tevens hoofdkapitein. Dank u wel. Of kabinet gaat het doen. Je kan het zelf. Alsjeblieft, namens de bevolking van Brokopondo. Dank u wel. Ik neem het in ontvangst namens de president. De president is niet in staat om u zelf te ontvangen vanwege zijn drukke schema. Ik heb het ook aangehoord, de petitie. En we zullen dat in opdracht van de president. De zaken die hier zijn aangekaart, zullen we dan worden aangepakt zoals hij dat wil. Er is op dit moment een clusterminister die is aangewezen om deze zaken te bewerkstelligen. Dus ik denk dat de president zelf de zaken verder gaat doorgeleiden naar het team om de zaken aan te pakken. Maar nogmaals bedankt en we zullen dit verder, ik zal het verder doorgeleiden naar de president. En dan hoort u van ons hoe de zaken verder worden aangepakt. Dank u wel. Is er een contactnummer? Ja, er is een contactnummer. Directeur Hiwat van de STVS. Mogen we weten waarom de president niet in persoon is gekomen om deze petitie in ontvangst te nemen? Hij had het reeds in het programma, dus hij kon niet vrijmaken omdat wat dringende zaken hij moet bespreken binnen zijn, op zijn agenda die al waren gepland. Dus wat er hij mij gevraagd om als ik de personen vanuit Brokopondo zou kunnen ontvangen. Dus dat is het eigenlijk. Het is een schema van de president die heeft hem toegelaten om hier aanwezig te kunnen zijn op dit moment. Maar deze petitie wordt vandaag nog bezorgd aan het staatshoofd? Ja. Ik ben de directeur van het kabinet, dus hij krijgt het, zijn secretariat gaat het nu krijgen. En de president krijgt het wel zodra het secretariat heeft doorgeleid naar hem. Dus het gebeurt vandaag nog. De straat.